In het centrum van Amsterdam, op het plein dat naar hem genoemd is, staat het standbeeld van onze geniale schilder Rembrandt. Op slechts korte afstand leeft en werkt een andere schilder, en wel Fritz Schiller, een der directeuren van het hotel met gelijke naam, de sympathieke Amsterdammer die kort geleden zijn 60ste verjaardag vierde. Met dezelfde bekwaamheid waarmee de schenker Schiller, zodra dit nodig blijkt, zijn gasten weet te bedienen, hanteert de schilder Schiller het penseel. Vele bekende persoonlijkheden werden door de kunstenaar vereeuwigd. Onder meer Louis Davids, Cor van der Lucht Melse, zijn kunstbroeder Gerard Sluiter en vele anderen. Als volbloed Amsterdammer, ook buiten zijn stad en de grenzen als charmant gastheer bekend, drukte hij in verschillende werken zijn liefde voor onze hoofdstad uit. Mogen het hem gegeven zijn, nog vele jaren als schenker-schilder zijn beste krachten aan deze roeping te wijden.